Afgelopen weekend vond in het Goffertpark de 9e editie van het metal festival Fortarock plaats. Verdeeld over 3 podia traden 26 acts uit binnen- en buitenland op. Over het weer was in ieder geval niets te klagen. Is het warm? Ja, het is heel warm, ja. Helpt het, deze tactiek? Shirt, witte broek? Ja, dat helpt, ja. Nat maken, met koud water aan, dan, ja. Iedereen draagt zwart. Ja, iedereen draagt zwart, maar dat maakt juist warmer. Dus dit is echt niet zo lekker dan, maar gelukkig is er water en gewoon lekker fris en dat is perfect met de zon. Naast de optredens konden de festivalgangers ook een bezoek brengen aan de aanwezige metal market en de biergarten. Ook organiseerden een aantal artiesten een signeersessie die lange wachtrijen op het terrein opleverde. Een uitgebreid verslag van Fortarock is aanstaande zondag te zien in het programma N1 Bezoekt.